Nou, van harte welkom. Hier in het gemeentehuis, ik moet zeggen, in een bijzondere setting. Normaliter zouden we dit niet op dit moment op deze manier doen. Maar hadden we een andere gelegenheid op het einde van de middag gehad. En dan was er al heel veel gebeurd. Ja. En dan hadden we een receptie gehad. En dan had ik gezegd, op dit moment is aan de orde de verkiezing van de Hogevenen van het jaar. En mag ik Dina van Lingen als voorzitter van de jury naar voren roepen. Nou, ze staat er al als voorzitter van de jury. Dina. Het leek erop dat we dit jaar geen Hogevenen van het jaar zouden benoemen. Maar door de inzet van NDC Media Groep, uitgever van de Hogeveense Courant, en de gemeente Hogeveen is het wel mogelijk gebleken om aan deze traditie invulling te geven door middel van deze film. De jury, bestaande uit Jetse Dam, Ewout Klok, Kim Stellingwerf, Arie Veldman en ondergetekende, heeft de aanmeldingen in een digitale bijeenkomst op 21 december 2020 en alle aanmeldingen bekeken. Ook dit jaar was er weer veel animo voor de actie. Er werden weer oproepen gedaan via allerlei media en er zijn tijdens het juryberaad veel namen voorbij gekomen. De jury heeft tot taak te kijken wie opviel het afgelopen jaar en wie of wat voldeed aan de criteria van de Hogevenen van het jaar. De criteria zijn zoals altijd: de kandidaat heeft op een positieve manier de aandacht op Hogeveen gevestigd. De kandidaat woont of is afkomstig uit de gemeente Hogeveen. De kandidaat heeft een goede reputatie en de kandidaat is net een beetje anders, opvallend. Dat het een bijzonder jaar is geweest, weten we en merken we allemaal. Velen zijn, op welke manier dan ook, geraakt door de wereldwijde pandemie. Door de maatregelen zijn er initiatieven ontstaan en werd creativiteit gestimuleerd. Spontane acties, zoals bloemen en ontbijt brengen bij verzorgingshuizen, maar ook verandering in het bedrijfsleven, zoals het thuiswerken, ontstond het afgelopen jaar. De maatregelen, aangekondigd op 14 oktober 2020, zorgden voor een hulpvraag vanuit de zorg richting de horeca. De Noord-Nederlandse Corporatie van Zorgorganisaties, NNCZ, startte het initiatief Horeca Helpt Zorg, waarbij horecapersoneel werd gevraagd tijdelijk een helpende hand te bieden in de zorg. Er was veel animo voor. En onder andere 14 medewerkers van de Schildhoeve Buitengewoon uit Fluitenberg gingen aan de slag. Meer horecaondernemers in Hogeveen en omgeving omarmden de vraag en boden hun medewerkers aan. Zo werd er een unieke verbinding in deze bijzondere tijd gecreëerd en kreeg het initiatief landelijke aandacht. De tv-stations wisten Hogeveen te vinden en de landelijke kranten stonden er vol mee. De Hogevenen van het jaar 2020 is de belichaming van de samenwerking die in dit jaar zo nodig is geweest. Als vertegenwoordigers van deze samenwerking zijn NNCZ en de Schildhoeve Buitengewoon aangewezen. Maar de eer gaat naar alle zorgorganisaties en alle horecaondernemers die aan dit initiatief hebben deelgenomen. In verband met de hoeveelheid personen die hier aanwezig mogen zijn, kunnen we niet alle organisaties en ondernemers present laten zijn. De Hogevenen van het jaar 2020 is de corona-hulpcombinatie horeca en zorg. Ik vraag dan ook Roelie Mossel van de NNCZ en Robert Koen en Linda Blokzeil van de Schildhoeve Buitengewoon naar voren te komen. Maar blijf lekker zitten. Blijf lekker zitten. Nou. Gefeliciteerd. 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 Ja, en... En naast dit rapport hoef ik daar niet zoveel aan toe te voegen, aan die lovende woorden die jullie te deelgevallen zijn. En al die organisaties die achter jullie staan, hè, want jullie vertegenwoordigen één organisatie of een bedrijf, maar er zijn er heel veel die daar achter staan. Zeker in deze tijd, zowel in de verzorging als verpleeghuizen, als ook in de horeca. Het is ik zou bijna een verkeerd woord gebruiken wat je eigenlijk niet op de uitzending zou kunnen doen, maar zo voelt het wel. Het is gewoon een kaarttijd. Voor jullie allemaal. En daar moeten we nog steeds de schouders eronder zetten. En ik hoop dat dit een beetje een stimulans is om daarmee door te gaan. En vooral wat jullie gedaan hebben, ik ben daar heel trots op. En iedereen trouwens, de jury, maar iedereen in Hogeveen.
ik moet even een stukje naar achteren, want daar staat een prijs te wachten. Kijk eens. Dit is hem. De Hogevenen van het jaar 2020. Echt dubbel en dwars verdiend, wat mij betreft. Ja, het is één bokaal, dus het gaat rouleren. Het gaat naar roelie, ja, het is roelieren. Ja. Dan komt hij bij Roelie Mossel terecht. Maar ook in de verband met corona, ik kan hem hooguit nu even voor jullie op tafel zetten. Want ook ik moet zorgen dat ik die anderhalve meter in acht neem. Dus dit is de bokaal. Die mag je straks wel aanraken overigens. En we hebben nog bloemen. Ja. Kijk, en dit is ook natuurlijk... super lief. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, heel lief. En alsjeblieft. Zet hem straks snel op de vaas. Ja. No. En een heel jaar mag je deze eer met jullie meedragen. Nou, gezellig. Dankjewel. Leuk. En was het nog een verrassing? Ja, zeker een verrassing. De Ram vanmorgen was zoiets van voelt een beetje dat er ergens wat aan de hand is. Ja, toen zag Roelie binnenkomen met collega en ik denk, oh, dit is één heenstreek. Ja. Dat dacht ik ook. Maar ik had niet verwacht. Ik had gehoopt dat het niet nodig was. Nee, ik hoop niet. Nee, dat hadden we allemaal gehoopt, denk ik. Ja, zeker. Dat het niet nodig was geweest. Überhaupt die hele pandemie niet, maar ja, daar zit je nu eenmaal mee. Ja, en de gevolgen van die maatregelen. Maar het is natuurlijk prachtig om te zien hoe mensen dan toch tot allerlei oplossingen komen. Ja, zeker. En dat zie je heel veel in de samenleving om ons heen. En dat is heel mooi om te zien. Ja. 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 Wij hebben onze contracten tot half januari, maar ik denk dat het nog langer nodig is dat wij... Als we heel eerlijk zijn, dan de lockdown weet ik natuurlijk niet, want daar gaat het kabinet natuurlijk straks weer over en over vergaderen. Maar goed, we gaan nu vaccineren. Dat is op zich hoopvol. Alleen ja, voordat iedereen ook zover is dat we kunnen zeggen, en nu zijn we weer een beetje tussen haakjes waar we aan gewend waren. Ik denk dat we toch rekening moeten houden dat we tot de zomer toch in die periode blijven zitten. Dat is tenminste reëel om dat aan te nemen. Nou, maar ik hoop wel dat we in de tussentijd wel alweer een paar versoepelingen kunnen krijgen. Want nou ja, los voor de zorg is natuurlijk echt op dit moment alle hens aan dek. Maar ja, voor jullie is het natuurlijk helemaal drama. Ja, voor alle horeca heeft het gewoon drama. Ja. Ja. Ik zeg, het voelt ook heel bijzonder. Ja. Natuurlijk is het leuk dat je waardering krijgt, maar gezien de situatie waarin we zitten, het is niet meer dan logisch reageren, accuraat reageren op de vraag die Roelie stelde. Wij hadden het probleem, dat onze medewerkers dat willen doen. En ik ben ook, dat vind ik ook belangrijk om te zeggen, ontzettend blij dat onze medewerkers in staat zijn en direct volmondig hebben gezegd dat we dat doen. Ja. En dat is natuurlijk heel, heel breed bij andere horecaondernemers ook. Ja. Dat er een heleboel, je doet totaal iets anders, maar het is wel heel dankbaar om te doen. Ik durf ook te zeggen, het is heel leerzaam om te doen. Ja. We hebben een hele andere kijk gekregen, ook op de zorg. Ja. Dat heeft ons ook al aan het denken gezet, richting de toekomst. Ja. Moeten we daar iets mee? Mm-hmm. Maar onze kinderen draaien mee met medewerkers, maar ze leren daar heel veel van. De omgang met de ouderen. Wat ze allemaal meemaken op de locaties. Ja, dat is echt best bijzonder en leerzaam. Dus dat is de keerzijde er dan weer aan. Ja, maar ik had hier liever niet gezeten op deze manier. Nee. Ik denk jij ook niet. Nee. Maar jullie zijn wel de Hogevenen van het jaar 2020. Ja, die titel mag je met trots dragen.